Hallo lieve schorpioen, leuk dat jij er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 19, 6 tot en met 12 mei. Het is een algemene reading. Alle vragen wat je nodig hebt. Lieve schorpioen, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En dan voelt het alsof je bezig bent met te luisteren naar je eigen gevoel. Je komt nu steeds een stapje verder. Je zit nog wel heel erg in je denken en het overwegen. Maar het voelt alsof je meer licht durft te laten schijnen. En hoe spannend je bepaalde dingen ook vindt, dat je ook stappen gaat nemen. Een aantal van jullie zal ook echt bezig zijn met lesgeven of daar wat meer verdieping in zoeken. Maar ik zie vooral dat je ook bezig bent echt dingen vanuit je hart te doen. Laten we eens gaan kijken, lieve schorpioen, naar wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de schorpioen deze week verwachten? Oké. En dan zie ik eigenlijk dat je bezig bent om ook hulp te vragen. In bepaalde situaties loop je misschien vast en weet je het even niet. En doordat je dan hulp gaat vragen, komen er meer antwoorden naar je toe. Daarbij zie ik dat je steeds meer tot jezelf komt, meer licht durft te laten schijnen, andere mensen raakt en inspireert. En alsof er wat meer harmonie naar je toe komt. Je bent bezig met nieuwe dingen te creëren, dingen te uiten, dingen te ontdekken. Het is wel belangrijk, let goed op je communicatie. Hoe spreek je dingen uit? We gaan eens even kijken naar een mooie boodschap voor jou. En daar vallen meerdere kaartjes. Geef je vooral over, het universum steunt je. Er worden dingen voor je opgelicht, waardoor je weet hoe je verder komt. Nu zit je misschien nog in afvragen, maar er komt evenwicht aan. Neem vooral je tijd. Je gaat dingen loslaten, zou een verslaving kunnen zijn, zullen mensen kunnen zijn of een situatie. Daarnaast zie ik zeg maar dat je heel erg belangrijk is om goed te gaan gronden en dat het belangrijk is om daarna weer bezig te gaan met je dromen. Lieve schorpioen, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. En wil je nog een leuk cadeautje? Of wil je een leuk kaartendek? Kijk even op de website www.mediumdaphne.nl. En wie weet zie ik je wel op de spirituele beurs zaterdag 25 mei. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.